Ik heb hier twee DC-motoren. Dat zijn voor de wielen eigenlijk. Ik heb een microcontroller. Dat controlt het hele ding vanaf mijn arm tot mijn motoren. Een batterij voor power, dus stroom. Dit is een L298. Dat is voor vooruit en achteruit. Ik heb nog een wiel aan de voorkant, maar dat heeft niet echt een functie. Ik heb een arm voor om dingen op te pakken. Een ultrasonic sensor om afstanden te zien voor een muur en dingen like that. De applicatie om dit te bedienen heb ik zelf gebouwd. En hij kreeg dat met deze Bluetooth module hier. En ik kan het van mijn mobiel bedienen. Ik ga even een kleine demo geven hoe het werkt.